Kunstenaar Quincy Gario draagt tijdens deze intocht een t-shirt met de tekst... waarop hij gearresteerd wordt. Veel ophef ontstaat doordat criticasters Zwarte Piet racistisch noemen. Jeugdherinneringen worden bezoedeld en mensen roepen... maar ik ben toch geen racist? Maar toen ik zei van Zwarte Piet is racistisch... wekte dat ook heel veel weerstand op. Ja, ja. Als je dan wil handhaven, dan moet je je realiseren... dat je een racistisch element wil handhaven. Omdat de discussie vaak vertroebeld raakt door jeugdherinneringen... ben ik benieuwd hoe mensen reageren op de figuur Zwarte Piet... zonder de bijbehorende nostalgische gevoelens. Hi. Did you like some candy? Yeah. Why are you blacked up? It just looks like racism. Does it? Yeah. Come on, man. Look at, like I say, look at this. Does this, look at the lips, honestly. My lips do not go from cheek to ear to ear. This is offensive. This is... Now I thought, like, we think of Holland in this country, we think of Holland as a very advanced nation with advanced social principles. So it's very surprising. We're scared of your tradition. Yeah. Bye-bye. Bye. Good luck, though.